En dat is ons kamp. Ik ga zo nog wel meer laten zien. Maar... En dat gaat natuurlijk vet leuk worden, want Spanje surfcamp. Ik ga niet. Ik ga steen, pier, schaar. En als je dan verliest, dan... Wordt surfles nummer 1 gaat straks beginnen. Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Het is al een tijdje geleden, veel te lang geleden eigenlijk, dat ik een video heb gemaakt. Maar ik dacht, ik ga deze week weer eens weekvloggen. En dit wordt niet zomaar een weekvlog, nee, dit wordt een soort van vakantieweekvlog, want Lea en ik gaan samen naar Spanje toe. De koffer is al gepakt, die staat hier, was nog een hele bedoeling. Maar Lea en ik die zijn uitgenodigd door Ripstar om een week lang naar een surfcamp te gaan in Spanje. In Ollambre om precies te zijn. En dat gaat natuurlijk vet leuk worden, want Spanje, surfcamp, chillen, surfen, zonnen, feestjes, hoop ik. Ik ben benieuwd hoe de omstandigheden daar zijn. Ja, dit gaat geweldig worden, dus... Ik moet over 20 minuten naar Schiphol toe. De koffer is dus al gepakt. Ik heb hier ook nog een rugzak liggen. Ik heb echt mijn hele leven in dit kleine koffertje gestopt. Dus... We gaan het zien en ja, we gaan dus de hele week vastleggen. We gaan jullie meenemen. Als jullie denken, Noelle kan heel goed surfen. Nee. Ik heb 3 keer op een surfplank gestaan op Bali. Was niet een heel groot succes. Maar wie weet komt daar verandering in. Ik hoop het in ieder geval. We krijgen 5 dagen surflessen. We kunnen ook yoga doen, hikes. We slapen dus in een tent, maar een luxe tipi. Nou, ik ben benieuwd. Ja, dus ik ga de laatste dingetjes even pakken. En dan zien jullie straks Lea op Schiphol. En ja, let's go! En ja, als jullie afvragen waar ik ben gebleven de afgelopen tijd. Nou, Lea en ik zijn dus bezig met een boek schrijven. Die hebben we gisteren ingeleverd. Dus het is eigenlijk dubbel feest. En ik ben ook nog naar Italië geweest. 2,5 weken. En daar ben ik net dus van terug. Dus ik heb enigszins een kleine ten. Dus ja, ik ben nu net een paar dagen terug. We hebben het boek ingeleverd. Pjoe, helemaal blij. Beetje dood zijn we. Maar hopelijk komen we ook een beetje tot rust tijdens het surfcamp. En nu echt genoeg geluld. Let's go to Schiphol. Even wat cash opnemen. Voor de safety. Big spender. Echte traveler. Even lekker een broodje. Mondkapje van Bon. Broodje. Nou Lee, heb je er een beetje zin in? Natuurlijk. Bilbao, here we come. Ja, jij bent de echte surfer, hè? Nou. Surf mij. Jij ook. Jij moet het waar gaan maken. We hebben allebei de nodige ervaringen. Ja, ik heb net verteld dat ik 3 keer op een surfplank heb gestaan. Nee, Lea die is opgegroeid op een eiland. En opgegroeid in de surfschool. Maar dat is een windsurfschool. Ja. Dus ze heeft wel enige ervaring met het water. Maar goed, surfen hebben we nog niet goed onder de knie. Nee, precies. Maar wel na deze week. Ja. Ja, eerst even eten, hè? Ja, daar hebben we heel veel zin in. Doe eens even voor.
leven. Cheers. Cheers. De eerste stop hebben we bereikt. Nou, we zitten in de bus hoor. Lea lekker onder de dekentje. Ja, het is dus echt vet mooi hier. Even laten zien. Ja. Oh, dit is wel een goed shot. Maar wij zijn dus met de vliegtuig gegaan. Dat valt onder eigen vervoer. Maar je kan dus ook een busreis nemen van Ripstar vanuit Nederland. De rest van het kamp heeft dat volgens mij gedaan, of de meeste ervan. Die zijn gisteren al vertrokken en die komen dan in de ochtend volgens mij aan. Het is wel een reis van 17 uur, maar wij kozen voor het vliegtuig. Ja, of nou ja, misschien zit je al in Spanje en wil je daarna gelijk door naar het surfkamp. Dat kan natuurlijk ook. We zijn aangekomen op het camp. We hebben al gegeten, het was al best wel laat, dus het was allemaal best wel hectisch. Maar super leuk, een beetje de andere kampleden ontmoet. We zullen morgen wel even het camp goed laten zien, want het is nu avond en we moeten stil zijn nu. Maar we gaan nog wel even naar het strand toe. Gezellig even wat drinken. Maar morgen laat ik de tipi zien waar we slapen, vet leuk. Dus ja, morgen zien jullie meer. Dat is een vallen wc. Niet goed. Oké, kom maar mee. Oh, hier staat het. De haantjes moeten daar en de poesjes moeten links. Ja. Ben jij een poesje? Ja. Nou, een poesje? Miauw. Ik geef plasje doen. Goedemorgen zonder zorgen. Het is vandaag zondag en we hebben heerlijk geslapen in onze tipi. Ik zal jullie eventjes een toertje geven. Hallo! Hola Lea! Nou, dit is dus een tipi. Wij zitten in de luxe tipi. Hier zie je alle andere tipis van het kamp. We hebben zeg maar één zo'n laan en dat is ons kamp. Ik ga zo van nog wel meer laten zien. Maar eerst onze slaapplek. Nou, dit zijn onze bordjes, want die moet je dus zelf bij je houden. Hier hebben wij een lekker bedje. De modemeisjes hebben gelijk al hun kleding uitgepakt. Maar dit is echt top dat we alles hier even op kunnen hangen. Ja, nachtlampje erbij. Heerlijk liggen we hier in het bedje. Nou, wij gaan al even onze tanden poetsen. Hier liggen al de wetsuits klaar. Dan hebben we vanmiddag onze eerste surfles om 2:30. Van surfinstructeur Ruben. Dus dat gaat heel erg leuk worden. Gisteren was het nog best een beetje laat geworden, want we hebben lekker gedanst op het strand. En vandaag weer vroeg eruit, want er moet gewoon gesurfd worden. Ja. Oké, maar we gaan eerst even lekker een beetje op het strand liggen en dan hebben wij om 2:30 surfles. Even sprongetje. Nou, en dit is de weg naar het strand. Kom maar mee, dan laten we je zien. Ja. Je kan zo vanaf het camp zo naar het strand lopen. Dus ongeveer 10 minuten kwartiertje lopen. Ja, daar. Surfles nummer 1 gaat straks beginnen. Nummer 1. Uno. Maar de golven zijn hier niet zo hoog, dus dat komt top uit. Want we zijn nog beginners. Ja, beginners. Daar is nu de les van groepje 2. Het ging bij mij niet heel lekker. Lea was echt een natuurtalent. Maar die is natuurlijk ook de meid van de zee. Maar ik heb wel één keer gestaan. En wie weet, morgen gaat het vast beter. Morgen gaan we in de ochtend surfen. Er zijn de golfjes wat lager. Dit is pas dag 1. Dus even inkomen en hopelijk gaat het morgen wat beter. Kijk eens, wat een gezelligheid. Ik ben heel erg cold out, maar ik doe helemaal net voor. Ja, lukt niet. Wat hebben we gegeten vandaag? Couscous met groenten en kaas. Kaas, ik wil kaas. Kijk, er wordt goed voor ons gezorgd. Nou. Oh.
Oh, dit ziet er wel echt goed uit. Oké, top. Nou, dankjewel. Smullen maar. Ik doe het in Pier Schaar. En als je nou verliest, dan wordt jouw bordje hier neergezet. En dan moet je mee moet jij alle afwas doen. Dus nu ben ik verneukt. Tot nu toe. Als hij verliest, dan moet hij de hele afwas doen. Verliest zij, moet zij de hele afwas doen. Oké. Daarvoor. Kom mee aan de rol. Goed dan. Oké, steen, papier, schaar. Lekker leeg. Ah, afknallen. Leeg, een beetje leeg. Ga ik hier zo een zielig muziekje achter zetten. Zo, hè? Yes. Verloren. Sst, je kunt hem alles vermoorden. Sst. Welkom bij Raad de Plaat. Vanavond. Zonder zorgen. Vandaag les 2. Jee, van surfen. Het is 10:00 's ochtends. Best pittig dit, maar we gaan ervoor. Kleinere les. Ja, het gaan. Wat gaan we leren vandaag? Wat willen jullie leren vandaag? Wacht even, ja. Wat willen jullie leren vandaag? Jij wil een handstand. Handstand op de surfboard? Ja. Dan gaan we dat leren. Hoofdstand. Je kan al een goede handstand, toch? Okay. En je kan ook al surfen. Ja, dus 1 en 1 is 2. Probeer maar. Hey Chris. Chris, jij moet wel even op de vlog, want jij bent de leider. Wij hebben lekker een ijsje. Ik voel me helemaal weer kind. Heerlijk. Calippo. Limoen Calippo. Oké. Okay. Update over het surfen. Ja, dit was surfdag 2 en we gingen dus in de ochtend surfen. Ik moet zeggen dat Ripstar echt wel goede lessen hebben. Je bent een klein groepje met surfinstructeur, goede uitleg. Ja, echt heel erg leuk. Dus het ging vandaag al ietsjes beter. Mijn leer ging het echt top. Ja, ja, gaat steeds beter. Ik kon al een paar keertjes staan. En ja, ging echt goed. Daarna hebben we eigenlijk alleen maar op het strand gelegen. Liggen zonnen, want surfen is best wel intens. Nou, het is best wel intens. Hey, ja, het is een hele workout. En nu, vanavond wordt er geen eten gekookt. Dus gaan we lekker uit eten in het stadje San Vicente. En als het goed is, willen we met de mountainbike daar naartoe gaan. Dus we gaan eerst even douchen. Al het zand van ons afspoelen. De dag van ons afspoelen. Ja, ik ben heerlijk onder de douche geweest, hè Lee? Ja. Hebben we nu een mountainbike gepakt. Die staan gewoon bij het camp. En daarmee gaan we naar San Vicente fietsen. Schoentjes aan, rugzak mee. En let's go. Het was nog even een tripje. Maar we made it. En hoe mooi ziet het eruit. Weet jij nog wat historie over San Vicente? Nee. Het is onze eerste sangria. Heerlijk. Cheers. Cheers. Het smaakt een beetje naar een kaasbitterbal. Echte Hollanders. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En het is alweer dag 3 van de Ripstar Surfcamp. Zo, dat gaat leuk. Van de Ripstar Surfcamp. En we gaan nu eerst even naar het ontbijt toe. We hebben vandaag een vrije dag. Dus die kunnen we lekker zelf gaan indelen. Wat we gaan doen, dat weten we nog niet. Het is hier lekker go with flow. Maar we gaan straks wel even een plannetje bedenken. Mijn merch nog niet laten zien. Dit is de trui die ik gekocht heb van Ripstar. Kijk. Sharing the stroke. Since 1990. Welkom bij de tour. Ik ga jullie vandaag een rondleiding geven. Hier de mooie tippies. Waar je in kan slapen. We hebben hier de surftent.
Met allemaal mooie surfpakken. En mooie surfboards. Ja. Let op, de surfboards moeten elke dag afgespoeld worden voordat ze neergezet worden. Dan kunnen we even kijken hoe het eruit ziet van binnen. Ja, ik weet niet of ze daar heel blij mee zijn. Oh ja, heel netjes. Dit is dan niet een luxe tipie. Ze hebben er echt een chaos van gemaakt. Dat doen wij beter, hè, Lee? Dat doen wij beter. We laten zo wel even zien hoe het ook kan. Door naar de breakfast, lunch en dinner area. Die is hier. Hier worden overigens ook speed dates gehouden. Animatieavonden, noem het maar op. En daar wordt dan het... En waar wordt dan gegeten? Hier wordt gegeten. En dan kun je ook even mee naar de keuken. Nou, hier kun je het ontbijt van zaken. Ripstar, Ripstar. Ja. En hierachter wordt alles bereid door onze chefs. Lekker kopje koffie. Beetje nou, cornflakes. Er is hier genoeg eten in de aanbieding. Ze maakt trouwens echt lekker eten 's avonds, dus dat is chill. Dan. De was kan je aan de waslijn hangen. Hier is het droog voor de natuur. Ja, misschien moeten we nu even naar de bar. Ja, de bar. Ja, want daar zijn nog allemaal typies en wij hebben de laatste. Vervolg de tour, vervolg de tour. Dit is onze favoriete area. Fotograaf. Hier kan je een beetje chillen na het surfen. Skateboards. Oh. Hier kan je de merch kopen. Daar hebben we onze favoriete barman. Kan je iets vertellen over de kant? Ik heb echt een bloedend oor, dus ik weet niet of je dat voor je... Oh. Voor je vlog. Nou, kijk, hier kan je lekkere drankjes kopen, merch, dansen. Doe eens even voor. Wat wil je weten of het kan? We willen weten... Even de merch laten zien, kijk eens hoe leuk. Check de merch, check de merch. Check de merch, check de merch. Kijk, dit is ook heel lekker. Dit moeten we eigenlijk hebben. Oh, dan gaan we nu door naar de fietsverhuur. En hier zijn allemaal leuke longboards. Ja. Hebben wij nog niet gedaan. Hè? Ook nagedacht over de coronamaatregelen. Kijk, je kan natuurlijk ook gewoon lekker een dagje gaan fietsen op de mountainbike. Hebben wij ook gedaan. Super, super leuk. Oh, dan gaan we nu door naar de wc. Dankjewel. Oh, ja. Ja, het blijft toch wel een camping. Ja. Dus van de wc's moet je niet te veel verwachten. Maar wordt altijd lekker schoongemaakt. Hier kan je een watertje drinken. Dit is voor de mannen. Oh, dit hebben we al laten zien. Toen zei ik dat jij een poes was. Als die gasten komen, dan ben ik daar helemaal. Daphne! Goed zo. Oh, belangrijk. Ja, want ik weet ook gewoon dat als ik dan aan het spelen ben, en opleggen met de weer etenstijd. Vandaag hebben we brood met brood met ui en tomaat. Ofwel bruschetta. Surf is aan het ontstaan. Doordat er is ontstaan op Hawaii. Daar waren vissers in van die supermooie bootjes en die hadden dan zo'n zuispan. No, it's true.
think I could bet I'll learn a bit from you. De Spanjaarden hier zijn trouwens een beetje gekkie. Want wij gingen naar het toiletgebouw. En in het toiletgebouw ga je je tanden poetsen, je gezicht wassen. En de vrouw van het toiletgebouw werd helemaal boos op ons, omdat ze het mondkapje niet op hadden. Dus ik zat zo brushing teeth. Toen zei ze, dit is de manier hoe je het moet doen. Kapje naar beneden, brushing. Kapje omhoog. Ah. Dus ik vond het nogal gek. Ja, ervan. Waarvan? Van de mondkap tijdens het tandenpoetsen. Beetje apart. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb mijn bikini al aan. Surfpakje al aan. En we gaan zo naar het strand voor surfles. Nummer 4. En na de surfles gaan we naar Bilbao toe. Daar vlogen we ook op. Maar Bilbao is een hele mooie stad. Dus daar gaan we lekker shoppen. Tapas eten. Je hebt er ook zin in. Nee, ik heb er zin in. Nee, dus let's go. We gaan even de borden pakken en naar het strand toe. Ga jij vertellen wat het is? We hebben heerlijke halve hamburgertjes. Een kippie met de mayonaise en patatjes. Is dat mayonaise? Nou, lekker. En het andere is... En we hebben de crew meegenomen. Wil je ook nog wat zeggen? We zijn helemaal oké. Iets anders gedaan dan eten deze dag. De Hollandse beetje kwaliteit. Van Dobbe. Het is croquettos. Croquettos bravas. Croquettos bravas. Lekker hammetje erbij. Helemaal lekker. Toch lekker zo'n dagje uit, hè? Heerlijk. Heerlie de peerlie. Het is vandaag vrijdag. En het is de laatste dag. Wat vinden we daarvan? Jammer. Maar we gaan er nog een goed dagje van maken. We hebben vanochtend al gesurfd. Lea ging als een speer. Noelle ook. Het staat op de foto. Ja, het staat op de foto. En nu gaan we even panini scoren in de bar. We zijn een beetje te naakt zo voor de vlog, maar dat mag niet op internet. Aanstootgevend. Oh. Is dat zo? Free the nipple. Nou, Lee, free the nipple. Ja, hup, Lee. Nou, Lea gaat er nog even voor, hoor. Lekker surfen. Het is vandaag tijd voor hamburgers. Met je team kan je vanavond punten verdienen. Ja? Inmiddels de volgende dag. Gisteren mochten we dus niet filmen, want we hadden een soort van bonte avond. Zekeravond. We hebben echt een superleuke week gehad. We hebben nu de spullen gepakt en we zitten bij het busstation. En we gaan nu weer naar huis toe. Ja, het is mooi geweest. We hebben een mooie tijd gehad. Ja, en we gaan nu naar Bilbao toe met de bus. En vanaf daar nemen we weer het vliegtuig naar huis, naar Amsterdam. Superleuke week. Ripstar, bedankt. Mwah. En dan zien we jullie snel weer. Joehoe!